vandaag weer een nieuwe video voor jullie en het is een Action Shoplog. Volgens mij is het best wel een tijdje geleden dat we dat op ons kanaal hebben gedaan. We zijn gisteren naar de Action geweest en we zijn super goed geslaagd. Dus je kunt het al raden, in deze video laten wij zien wat we allemaal hebben gescoord bij de Action. Nou, we beginnen bij de mobiele technologie afdeling, want daar zagen we deze super leuke phone cases liggen. Ze hebben er heel erg veel, maar deze die trokken ons wel onze aandacht het meeste omdat ze glitters hebben. En metallic. En eigenlijk in eerste instantie kon ik niet kiezen welke ik zou nemen. Deze met soort van geometrische vormpjes of deze met stippen. En ik dacht, we kijken later nog wel even welke ik wil. En toen stond ik bij de kassa en toen had ik ze allebei nog in mijn mandje liggen. Dus ik heb ze allebei erin gedaan. En dat is niet heel erg erg, want deze hoesjes zijn €1,99 per stuk. Nou, bij de Action heb je ook heel vaak hele leuke interieurspulletjes. Of nou, heel vaak. Af en toe heb je wel echt hele leuke interieurspulletjes. Anyways, Larissa vond echt een super leuke lamp voor mij. Want dit is een beetje een industriële lamp onder een stolp. En ik vond hem echt heel erg leuk passen in mijn interieur. We dachten eerst dat hij maar €4 was. Uiteindelijk bleek hij €9 te zijn. Maar dat vind ik alsnog best wel een hele goede prijs. Dus ik moet alleen nog even een lampje kopen voor de in. Het liefst dan eentje met van die warme bedrading erin. Dat staat wel heel erg tof inderdaad onder een stolp. Ja, dus ik ben er wel echt heel erg blij mee. Volgende item wat ik heb gevonden vind ik ook een echte topper. En dat is dit. Ik had namelijk al een tijdje een nieuw hoesje. Of ik wilde eigenlijk een nieuw hoesje voor mijn laptop hebben. En die hebben ze dus blijkbaar nu gewoon bij de Action liggen. En ik heb een tijdje geleden precies dezelijde gekocht van mij in Tara bij bol.com. Volgens mij €10 of hoger. Mm-hmm. En deze bij de Action is serieus maar €3. En dat is echt mega cheap. Want ik had ook bijna iets besteld op AliExpress. En daar zijn ze ook nog duurder dan hier. Het volgende wat we allebei hebben gekocht is de handspray. Hand sanitizer, maar dan in een vierkant rechthoekig dingetje. Het lijkt een beetje als op een TikTok verpakking. Ja. Dus het is een beetje anders dan normaal. En we vonden het gewoon heel schattig eruit zien. Want er zitten tekeningetjes op. En ja, gewoon super cute. Het was eigenlijk de bedoeling dat dat een van ons hem ging kopen. Ja. Ik had hem gewoon in mijn mandje gedaan zonder na te denken. Daarna stond ik bij de kassa en dacht ik, waarom heb ik hem hier? Dus nu hebben we hem allebei gekocht. Dus we hadden hem kunnen delen. Maar nu hebben we ieder twee handsprays. Maar nou, het kost €1 voor twee van die spraytjes. En je hebt dan twee geuren. Eén is cranberry. Andere is berry. Ik ben eigenlijk bang dat de geuren echt super vreselijk zijn. Tegen gaan vallen. Ja, even kijken hoor. Oh, nou. Best oké. Okay. Oh, dat is best wel nice. Ik vind het super chemisch, maar dat valt wel mee. Ja. En het spreekt wel lekker volgens mij. Oh, mijn handen voelen wel heel glad en zacht aan trouwens. Maar het ruikt wel echt heel erg lekker. Het trekt inderdaad, het blijft niet plakkerig of zo. Ja, volgende item heeft Tara voor mij gevonden. En dat zijn deze heat inlaysels. Dus het zijn zeg maar inlegselsjes die warm kunnen worden. Het kost maar €1. En in dit pakje krijg je gewoon twee zoltjes. Want je hebt immers twee voeten, neem ik aan. En het is wel iets wat je dan maar één keer kan gebruiken. Dus het is niet herbruikbaar. Maar het leek me wel heel erg leuk om dit een keertje te proberen. Van straks die super koude dagen komen. En dan kan je dit in je schoenen leggen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Wordt het lekker warm als het goed is? Tot 7 uur. Okay. Dus dat is eigenlijk gewoon een hele werkdag op kantoor. Ja, dus als je inderdaad op werk bent of in de klas zit, kan je dit gewoon de hele dag hebben. Maar dit lijkt me wel heel erg leuk. Ja, over de winter gesproken, ik vind het echt super moeilijk om op te staan met, ja, als het nog donker is buiten. En mijn vriend heeft er ook heel erg last van. Dus ik heb eigenlijk een cadeautje gekocht voor kerst. Want we waren allebei al best wel nieuwsgierig naar een wake-up light. En ik vond er eentje toevallig bij de Action. En misschien ken je wel wake-up lights. Die hebben ze bijvoorbeeld van het merk Philips voor best wel veel geld. Ik denk voor €100 minstens. Mm. Misschien heb je wel goedkoper, maar je hebt ook nog veel duurder. En het leek mij gewoon best wel een groot bedrag om dat in één keer te kopen zonder dat ik weet hoe zoiets werkt. Dus ik dacht, probeer hem van de Action. Deze kost namelijk maar €15. Dus het leek me heel goed om het te proberen. Ja. En hij zal waarschijnlijk net iets anders werken. Maar het heeft wel een beetje hetzelfde idee dat je dus een half uur voordat je wekker eigenlijk moet gaan, gaat het lampje steeds feller schijnen. En dan op die manier word je op een natuurlijke manier wakker. En dus als het goed is uitgeruster en dergelijke. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze werkt. Als je hem al kent, let me know wat je ervan vindt. Ik ben wel erg benieuwd of jullie ook moeite hebben met opstaan en hoe laat jullie eigenlijk moeten opstaan elke dag. Over gadgets gesproken, ik heb ook iets super leuks of bijzonders gevonden. En dat is namelijk deze Ionic Hairbrush
En ik heb al een tijdje geleden een Ionic Hairbrush gehad van Braun. En die werkt echt super goed. En als je niet weet wat dat is een haarborstel die helpt tegen statisch haar. Soms als je zeg maar in deze wintertijd je haar gaat borstelen, of misschien ook tijdens andere periodes, krijg je bijvoorbeeld heel statisch haar. En met een Ionic haarborstel zorgt hij ervoor dat je haar dus gewoon weer gewoon plat blijft. Werkt in ieder geval echt super goed. En degene die ik had, daar heb ik helaas mijn batterij in gelekt. Dus hij is kapot gegaan. Dus ik kwam deze tegen bij de Action. En deze vind ik super bijzonder, want het lijkt net eigenlijk alsof de hendel, hoe zeg je dat? Waar je normaal vasthoudt. Nee, het lijkt niet. Hij is er gewoon niet. Ja, dat is er eigenlijk gewoon vanaf. Dus hij heeft een beetje het formaatje van een Tangle Teaser, maar het is gewoon een Ionic haarborstel. Dat vond ik wel echt super bijzonder. En ik dacht, nou ja, dat is ook nog wel heel erg leuk om mee te nemen op reis bijvoorbeeld. Ja, of gewoon in je tas. Of in je tas inderdaad voor onderweg. Maar deze lijkt me heel erg leuk. Hij kost namelijk maar 6 euro, wat ik heel erg cheap vind. En je hebt hem in 2 verschillende uitvoeringen. Dus dit is helemaal wit. Of je kan hem kiezen voor een roze. En dan heb je gewoon een heel schattig leuk haarborsteltje. Ik ben heel erg benieuwd of deze werkt. Nou, de kerst komt er ook weer aan. Over 2 maanden pas. Maar de Action lag echt vol met kerstspullen. Echt gewoon versiersels, maar ook verpakkingen. Mm-hmm. En wij zijn echt heel erg dol op verpakkingen. Dus we hebben alvast wat dingetjes meegenomen voordat het straks allemaal uitverkocht is. En ja, we weten toch wel dat we veel cadeautjes gaan geven. Dus we hebben bijvoorbeeld deze cadeautasjes gehaald. En dit zijn gewoon metallic cadeautasjes in zilver, in rose gold. Super heel erg leuk. En je had ook nog goud. Heb jij goud? Ja, ik heb hier eentje met gouden stipjes die ik wel echt super schattig vind. En dan zit er ook nog een labeltje aan met glitters. En wij zijn gewoon best wel fan van cadeautasjes, omdat we gewoon niet zo goed kunnen inpakken. Dus hebben we liever dat we gewoon een cadeautje erin doen, binden hem vast met een lintje. En dan zet je hem gewoon neer en dan ziet het er altijd goed uit. En ze kosten maar 39 cent per stuk. En we hebben ook alvast ingeslagen bij het inpakpapier, want dat hebben we natuurlijk ook nodig. Dus voor de paar cadeautjes die we dan wel gaan inpakken, hebben we natuurlijk wel papier nodig. Ik heb 3 dezelfde genomen. Ik vond deze gewoon heel erg leuk. Het is een bruine met grijze sterretjes. En deze vond ik wel heel erg cute. En ik heb hier ook, 2 van die metallic folie inpakpapiertjes. Dat is wel iets moeilijker inpakken, maar wel shiny. En dan eentje met kerstboompjes. Ik denk, ja, het moet wel een beetje in stijl. En er zit waarschijnlijk echt heel weinig op. Dus ik heb nog een 2e gehaald met streepjes. Al deze rolletjes inpakpapier zijn 70 cent per stuk. Dus dat vind ik ook wel echt een prima prijsje. Op de schrijfafwarenafdeling ben ik ook nog een beetje losgegaan. Dus ik heb een paar verschillende dingetjes gekocht die ik jullie allemaal ga laten zien. Ik had ten eerste even wat nieuwe plakband nodig. Dus ik heb gewoon een rol van 6 stuks. En dit kost 55 cent. Heb ik verder ook nog dit super schattige setje gekocht. En het was, ja, ik was eigenlijk gewoon op zoek naar memo-blaadjes. Maar ik wilde niet gelijk zo'n super grote stapel met allemaal verschillende kleurtjes. En dat was eigenlijk de enige die ik zag die zeg maar echt dat vierkante was. Want je hebt ook nog zo'n grote. In ieder geval, ik ben heel specifiek soms met dingetjes. Daarom heb ik voor dit setje gekozen. Want dit was de enige waar ze wel die vierkanten hadden. En toevallig zit hier ook nog super leuke, schattige mini-highlighters bij. Die ik ook wel heel erg handig vind om zeg maar in mijn agenda te gebruiken. En het was ook nog best wel betaalbaar. Namelijk maar 1 euro. Wat ik ook heb ingeslagen zijn deze nieuwe fineliners. Ik vond het altijd heel erg leuk. Oh, het is jammer dat er trouwens altijd maar 1 zwarte in zit. Zit er maar 1 zwarte in? Ja, altijd maar 1 zwarte, 1 rode en dan 2 blauwe. Maar ik wil eigenlijk alleen zwart. Ja. Deze fineliners zijn volgens mij wel heel erg fijn om lekker mee te schrijven. En dit setje van 4 pennen kost maar 80 cent. Nou, wat ik ook zag liggen en wat ik wel geinig vond, Tara zei in eerste instantie van ja, laat lekker. Maar ik dacht, nou, het is toch wel grappig. Het is een invisible pen. En het is een pen waar je dus gewoon mee kan schrijven. En dan is de inkt onzichtbaar. En dan zit er een soort van speciaal lampje op de bovenkant. Een UV-light. En daarmee kan je dus gewoon zien wat je hebt geschreven. En dat vind ik wel erg leuk. Mijn vriend en ik schrijven soms briefjes naar elkaar. Of we laten een briefje achter. Dus ik dacht, nou ja, dan is dit misschien wel een keertje leuk. Ja, het is ook wel leuk. Het is wel tof. Ik ben heel erg benieuwd of dit werkt. En het is wel een beetje een soort van kiddie aankoop. Maar ik dacht, ja, dat is wel heel erg schattig. En deze was maar 65 cent. Dus dat is ook wel echt een heel fijn prijsje om even uit te proberen. Verder heb ik ook eindelijk een plakgum gevonden. Ik heb hier al een hele tijd naar gezocht bij de Action. Kon het elke keer niet vinden. Maar blijkbaar ligt het gewoon bij de schrijfwaren. Of misschien dat het daar nieuw was. Weet ik niet helemaal zeker. En plakgum kan je gebruiken om bijvoorbeeld foto's of dingetjes op te hangen op je muur. Zonder dat je echt je muur beschadigt. Maar voor ons is het ook wel heel erg fijn om te gebruiken wanneer we bezig zijn met fotografie. Omdat ik hier zeg maar
producten make-up vastplakken op een ondergrond zodat ze niet gaan rollen. Mm-hmm. We maken heel vaak flatlays met make-up producten. En dit kostte maar 70 cent. Nou, we hebben allebei nog iets gehaald. Precies hetzelfde. En dat zijn van die velvet kledinghangers. Die vinden we gewoon super handig. Daar hebben we ook al vaker over gepraat. Want het zorgt er gewoon voor dat je kleding niet van je hanger afglijdt. En dat vinden we echt super frustrerend. En daarnaast neemt het ook minder ruimte in je kast. De prijs hiervan is €2,50. En dan krijg je er... Ja, hoeveel eigenlijk? 10. Ik heb ook nog een aantal beauty spulletjes gekocht. En als eerste zag ik deze Black Charcoal Cleansing Wipes liggen. Het leek me wel heel erg bijzonder. Dat zijn dus, ik denk eigenlijk zwarte doekjes. Ik zal hem heel eventjes openmaken. Oeh, ze zijn helemaal zwart. Nice and black. Wauw. Dat is echt heel raar. Het ruikt wel lekker. Nee, het ruikt wel lekker. Ja, gewoon fris. Ja, het ruikt fris, maar ze zijn, zoals je kan zien, helemaal zwart. En het leek me heel erg leuk, want het zijn dus doekjes die... Ik zal het heel eventjes opzoeken. Houseskool reinigingsdoekjes. Ze zeggen dat het make-up resten makkelijk zou verwijderen. Ja, wat zeggen ze eigenlijk? Eigenlijk gewoon dat het goed de huid reinigt. Ik zie eigenlijk niet dat het iets heel speciaals doet, als ik nu heel eerlijk ben. Het lijkt me dat het wel iets meer vuil onttrekt uit je huid. Ja, of het is gewoon weer echt zo'n marketing truc van we maken er gewoon een zwarte verpakking van... Zwarte doekjes, dus we doen net alsof het zeg maar beter je huid reinigt. Ik heb me nu net opgemaakt en we gaan straks nog de deur uit. Dus ik ga nu niet mijn make-up eraf halen. Dus ik zal eventjes in beeld zetten of het goed werkt. Of die misschien hetzelfde werkt als normaal. Of dat die misschien nog beter werkt. Of misschien helemaal niet. I will let you know. Maar in ieder geval, dit was ook niet zo heel erg duur. Namelijk maar 90 cent. Dus ik had iets van, nou ja, dat is niet heel veel duurder als de andere doekjes van de Action. Dus daar kan je prima voor... Gebruik een keertje. Oeh, dat is lekker. Ja, ken je deze? Ja, het is heel lekker. Oh. Dat was altijd mijn favoriet. Nou, dat is toevallig, want ze hebben heel veel deodorants bij Action. En ik heb er nu eentje met een stick. Maar elke keer als Tara bij mij komt en die vraagt van, mag ik even je deo lenen? Is het echt zo van, waarom heb je die stick? Dus eigenlijk ook een beetje voor jou heb ik een spray gekocht. Want mijn andere is bijna op. En ik dacht, nou ja, op die manier kan Tara toch nog een keertje bij mij deo komen lenen. En er was zoveel keuze, ik wist gewoon niet wat ik moest nemen. Maar deze rook inderdaad heel erg lekker. Dus het is leuk om te horen dat ik een goede keuze heb gemaakt. Dit is de Nivea Energy Fresh. En dit is de Lemongrass Citronelle. Oh, ja. Ja, oh, dit doet me echt denken aan vroeger. Deze droeg ik vroeger altijd, op de middelbare school. Ja, het is heel erg lekker. Een beetje heel fris. Hij is heel anders. Nou ja, zacht poederig. Ja, dus hier ruik ik wel. Oh, daar ruikt hij wel poederig. Maar ik vond hem heel erg, ik weet niet, anders dan alle andere, wat is het, Nivea? Ja, en het is eigenlijk een hele tijd geleden dat ik een spray deo heb gehad. Dus ik vind het wel fijn om dit weer te hebben. €1,80. Verder heb ik ook weer een doos met tissues meegenomen. Meestal neem ik gewoon de allergoedkoopste. Maar deze keer had dus alleen nog Kleenex liggen. En ik vond deze pakje ook wel heel schattig. Ja, is leuk. Lekker vrolijk op de vroege ochtend. En ik gebruik deze altijd vaak bij mijn make-up tafeltje. En deze kostte maar 90 cent. Voordat ik naar de kassa liep, liep ik nog heel eventjes te gluren bij de snacks. En ik heb me ingehouden, maar ik heb hem toch bezweken voor de Crispy Crisps. En deze kostte 75 cent per zakje. Maar ze hadden geen aardbei. Dat was wel eventjes jammer. Nou, je hebt hier persik. En ik heb hier peer. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of het lekker is. Maar als het goed is, is het gewoon gefriesgedroogd. En is het dus gewoon fruit die ze heel snel hebben ingevroren. Waardoor alle dampen of al het vocht eigenlijk meteen verandert in damp. Waardoor de smaken en de voedingsstof heel goed worden behouden. Zullen we gewoon even eentje openmaken? Ja, welke wil je? Persik. En het is dus een gezonde snack. Zijn wat groot en kacht. Ja, ik ook. Eerst even die kleine. Mm. Het is echt letterlijk alleen persik, maar dan gevriesdroogd. Dus super nice. Over eten gesproken. Tijd geleden zag ik op Tasty een super makkelijk recept voor crème brûlée. En crème brûlée, daar hou ik echt van. Maar ik had altijd een beetje het idee dat het super lastig was om te maken. Dus toen ik dat recept zag, dacht ik, yeah, die moeten we een keer gaan proberen. Het enige wat ik nog nodig had, was van die bakjes waar je het in doet. Die hebben we gevonden bij de Action. Deze zijn maar €1,60. Ik heb er dus twee en ze zijn redelijk groot, dus je kan ook... redelijk grote crème brûlée's maken. En wat ook echt hoort bij een crème brûlée is dat je de suiker aan de bovenkant lekker kan gaan branden. En dat kan je niet gewoon doen met een aansteker. Dus daar hebben we gewoon zo'n echte brander voor gekocht. En dat is niet erg, want deze was echt maar €2. En ik heb met haar afgesproken dat we heel snel crème brûlée's gaan maken. Want ik ben heel erg benieuwd of het lekker is en of dit ding werkt. Nou, het wordt weer veel sneller donker en straks gaat de klok weer... Wat gaat hij eigenlijk vooruit of achteruit?
dit vinden. Vergeet ik altijd. Het is gewoon wel even zo verstandig om een fietslampje voor en achter op je fiets te hebben. Maar ja, 9 van de 10 keer vergeet je die mee te nemen. Of je vergeet ze eraf te halen en dan wordt die gestolen. Dus heb ik hier een retro LED headlamp. Die je gewoon lekker op je fiets kan bevestigen. Het kost maar €2,60. En natuurlijk hebben de meeste fietsen wel gewoon überhaupt een lamp. Maar ik denk dat ook heel veel van ons gewoon een beetje een skeerde fiets hebben. Ja. Zonder lamp. Dan is het wel heel erg handig om gewoon een echte te halen. En wat ook heel erg handig is, zijn opgepopte banden. Zo, volgens mij was het een lastig woord. In ieder geval, mijn banden die zijn soms echt zo ontzettend zacht. En dan fiets ik gewoon veel langzamer. Een hele makkelijke oplossing is gewoon een fietspomp. Een pomp kopen. Deze was serieus maar €4. Ik heb gewoon bij thuiskomt meteen mijn banden opgepompt. Dus die zijn echt knetterhard nu. En nu fiets je als tier. Ik ga als een speer denk ik zo meteen. Dus ik ben hier echt super blij mee. Sommige van ons zijn niet gezegend met een vaatwasser. Ik moet echt elke dag afwassen. Ik doe het niet elke dag. Maar ik moet wel echt in principe elke dag afwassen. En ik heb vorige keer zo'n dish drying mat gehaald bij de Action. Het is alweer een jaar of langer geleden. En dat ding begint echt te vergaan. Hij meurt. Ik heb hem ook al meerdere keren in de wasmachine gedaan, maar hij is overleden. Dus ik heb een nieuwe gehaald. Ze hadden geen hele hippe kleuren, dus ik heb een beetje een off-white persic oranje kleurtje gehaald. En het is gewoon een super chille microvezelmat die heel veel vocht opneemt. Het is gewoon een heel huishoudelijk ding, maar wel heel chill om te hebben. En deze kost €1,87. Ook lekker huishoudelijk zijn deze afdekhoesjes. Ik heb die een tijd geleden ook bij Action gekocht. En ik vind ze zo ontzettend fijn dat ik gewoon een nu eindelijk nieuwe heb. Ze zijn zeg maar herbruikbaar, maar na een tijdje worden ze een beetje ranzig. Of ze zijn in één keer kwijt. 80 cent en dan krijg je er 90 in 3 verschillende maatjes. En wat ik ook nog heb gehaald is een rol met... Oh, ze noemen het packing twine, zie ik nu. Maar ik heb het niet gekocht om dingetjes mee in te pakken. Maar ik zocht eigenlijk gewoon iets goedkoops. Een soort van touwtje waar ik dingetjes mee kan ophangen. En dit was ook echt maar een paar cent. Naast al deze dingetjes hebben we nog meer huishoudelijke dingetjes ingeslagen. Waar we jullie niet mee gaan vervelen. Dingen als wassenzachter, ziplocks. Vuilniszakken. Ja, allemaal van dat soort dingen. En we keken op onze bon. We waren allebei best wel een beetje in shock bij de kassa. Want we hebben allebei ongeveer hetzelfde bedrag uitgegeven. En samen kwam dat neer op zo'n ongeveer €100. Oops. Dat vinden wij voor Action best wel veel. Ja. Maar we hebben wel hele leuke dingetjes voor terug. Nou, we zijn heel erg benieuwd wat jullie van onze geshopte spulletjes vinden. Laat het vooral eventjes weten. Of je nou iets benieuwd bent en wat jouw laatste aankoop bij Action is geweest. Vinden we ook altijd heel erg leuk om te weten. We willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen. Eten abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!